Het is alweer een heel grote eer om namens de voltallige redactie u welkom te heten hey, op het gemeentehuis van Loneke voor de officiële voorstelling van de Bessemgezet. En natuurlijk extra welkom aan zijn doorslustige hoogheid, prins Wouter de Nierste, hooglustige jeugdprinsen Dries de Nierste en Louis de Nierste, hooggeëerde mevrouw de minister Suhal Demir van Genk-Yang. Maar jong, toch. En Genk, is dat je met de 45 gekomen of wat? Hey. Even naar Maastricht in de Zwamen en dan terug naar hier. Ben je aan het vechten met mijn micro? Geachte meneer, de burgemeester van Loneke, Marino Keulen. Beste mevrouw de voorzitter van de gemeenteraad van Loneke, beste schepenen en gemeenteraadsgepeupel. Hooggeëerde leden van de Raad van Loon tot Oke. Een warm welkom aan de winnaars van de Orde van de Bessem, Karel en Lizzie van de gelijknamige Carwash. En beste Loneker carnavalisten. Hey. 10 dagen voor de vastelavond zien we alweer. En we zien toch weer vier. Het is geluk, de Bessemgezet is weer al veilig en vermogen ze aan het voorstellen. En wie ieder jaar doen we dat met Gatjoen Prijs en met Gatstomme Kaal. Met dit jaar, Marino, dit jaar moeten we het oog een beetje serieuzer aanpakken. Want we kennen er net omheen en we hebben het al gehuurd. 2024, dat is een verkiezingsjaar. En de verkiezingskoorts, die geit hij langzaam al omhoog. In juni mogen we ons gaan oefenen. Vergeet Europees en vergeet wat allemaal in Brussel gebeurt. Dat interesseert geen mens, gaat. Hier zou over klimaatklevers, snuivers, stikstofstoppers. Die heeft nog niet door dat ze een kessel wel mogen uitbreien, denk ik.